Vandaag is het maandag 23 februari 2015 en hebben we de bijeenkomst, de tweede bijeenkomst van de Kobbenheger Summit hier in het Paleis Raadhuis te Tilburg. Met als onderwerp groei en innovatie in een Europees perspectief. De keynote sprekers zijn achtereenvolgens Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep, die het vooral gaat hebben over het Europese Groeipact en wat dat betekent voor Nederland en Brabant. Vervolgens hebben we Koen Teulings, hoogleraar economie aan de Universiteit van Cambridge, voormalig directeur van het Centraal Planbureau, die het ook over groei gaat hebben en wat meer focust op de verschillen, zeg maar, binnen Nederland. En tenslotte hebben we Hans de Jong, de voorzitter van de directie van Philips Benelux, die vooral zich zal concentreren op innovatie in een Europees perspectief en daarbij ook de rol niet alleen van Brabant, maar ook van Brainport verder zal uitdiepen. De kern van het betoog is dat we in de eurozone veel vooruitgang hebben geboekt, maar dat we nog steeds te weinig schokabsorptievermogen hebben. En dat komt omdat we onvoldoende veerkracht hebben. Onvoldoende veerkracht in de begrotingen van de landen, in de begroting van Europa, maar vooral in onze concurrentiekracht. Onze economieën zijn niet flexibel genoeg om aan te passen aan grote veranderingen die in de wereldeconomie of in onze eigen economie zich kunnen voordoen. Schokabsorptievermogen vergt nog heel veel structurele hervormingen en daar zal ik krachtig voor pleiten. Waar ik over ga vertellen straks is onderzoek wat ik in de afgelopen 5 jaar met een aantal collega's gedaan heb over grondprijzen in Nederland. Grondprijzen zijn heel belangrijk omdat ze laten zien waar de grote economische activiteit is, waar de grote kansen zijn. En je kunt dan zien hoe goed het met Brabant gaat. Vanzelfsprekend, de Randstad is wat dat betreft top, daar kan in Nederland niks tegenop, maar dan zie je meteen dat Brabant uitzonderlijk is, omdat er een hele grote vlakte is van Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, waar de grondprijzen allemaal hoog zijn. Maar je kunt zien dat er heel veel economische activiteit is. Steden zijn daarin heel belangrijk. En steden zijn belangrijk omdat hoger opgeleiden zich graag in steden vestigen. En daar zie je dat ook het zwakke punt van Brabant ligt. Het leefklimaat in steden is eigenlijk voor hoger opgeleiden nog niet aantrekkelijk genoeg. Daar moet Brabant grote stappen maken. Kern van mijn betoog is dat ik denk dat onze ambitie in Europa en in Nederland omhoog moet. De reden daarvoor is dat ik denk dat als wij geen voldoende zicht hebben hoe wij in de toekomst onze levensstandaard kunnen handhaven met een vergrijzende populatie en een krimpende groep die het allemaal moet gaan financieren, wij in de problemen gaan komen. Maar ik zie enorm veel kansen. En die kansen zie ik met name rond de thema's van de grote maatschappelijke uitdagingen rond voedsel, zorg, energie, et cetera. En ik denk dat we als Nederland geweldig goed gepositioneerd zijn om deze ambitie daar hoog te leggen en daar nieuwe economische exporteerbare kansen te gaan creëren. Als ik dan naar Brabant kijk, dan zie ik Brabant als een enorm gebied met hele sterke fundamenten waarvan ik denk dat wij ook daar weer een leidende positie kunnen gaan innemen om die proposities hard en software te kunnen gaan creëren en op die manier niet alleen een bijdrage aan Nederland, maar ook aan deze regio te leveren.